Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Afgelopen nacht is het extreem koud geweest, min 22,9 graden maar liefst in Lelystad. Dat was niet alleen bijzonder, op veel plaatsen werd het zeer koud. Vanochtend is de temperatuur dan natuurlijk ook nog heel laag, maar dankzij de zon loopt die wel snel op. Aan het einde van de ochtend is het min 6 tot min 9 graden en vanmiddag wordt het dan min 4 tot min 6 graden. Maar op een enkele plek komt mist voor en als die mist hardnekkig is, dan wordt het daar niet warmer dan min 10 graden. Een volle op winterdag dus. Vanavond wordt het opnieuw snel koud. We zullen snel weer strenge vorst hebben. Temperaturen kunnen nog wel wat lager zijn dan op dit kaartje. Maar gemiddeld zijn dit de temperaturen vanavond. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. En morgen overdag hebben we dan te maken met veel wolkenvelden. In Zeeland en langs de westkust kan een vlokje sneeuw vallen. Vooral in het noorden en oosten schijnt af en toe de zon. Min 4 tot min 6 graden, dus het blijft zeer koud. Zondag en maandag keert de zon weer terug en ook dan blijft het stevig vriezen. In de nacht te streng en overdag rond de min 5 graden, al wordt het dinsdag iets minder koud. Woensdag liggen de temperaturen dan rond het vriespunt en lokaal kan er misschien een sneeuwbui vallen. Veel stelt het niet voor, het blijft vooral winter. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.